Dus ja, heel goed. Politiek. Mooi. Nou, PAM staat voor Platform Amsterdam Middenhuur. En de doelstelling is om tot 2025 10.000 nieuwbouwwoningen te realiseren. Voor de middenhuur. En dat ze ook blijvend in de middenhuur worden verhuurd. Dat gaat alleen werken als institutionele beleggers en woningcorporaties met elkaar gaan samenwerken. En samen de schouders eronder gaan zetten. Okay. En dat is dus gelukt? Dat is gelukt. Er zijn 5 woningcorporaties en 5 institutionele beleggers die daadwerkelijk hebben gezegd, dit kunnen we samen oppakken en dit gaan we samen voor de stad doen. Wat is zo vernieuwend aan deze aanpak, Robert? Nou, het eerste vernieuwend is denk ik dat er een samenwerking is tussen corporaties en beleggers, schuinstreep ontwikkelaars, om daadwerkelijk voor de middenhuur te bouwen. En dat er ook een lange termijn in zit dat je de woningen betaalbaar houdt. Ik heb ook begrepen dat jullie een pamflet hebben opgesteld en dat jullie dat nu willen overhandigen aan wethouder Laurens Ivens. En die is hier ook aanwezig, dus die roep ik graag naar voren. Nou Laurens, alsjeblieft. Geef je nou aan jou. En laten we heel veel nieuwe huurwoningen bouwen voor het middensegment. Mogen jullie nog even blijven staan en dan ga ik natuurlijk even naar de wethouder toe om een eerste reactie te vragen naar dit moment. Het is natuurlijk heel mooi om te zien dat dit initiatief genomen wordt. En dat dit initiatief genomen wordt vanuit zowel de corporaties, waar inderdaad een aantal woningen bezet worden door mensen die misschien wel eens verleid zouden kunnen worden naar een andere woning. Maar ook vanuit de beleggers. Vooral dat beleggers zeggen, hey, wij willen hier ook wel iets meer eigenlijk regeltjes, voor een deel zelfbedachte regeltjes, omdat we namelijk een goed functionerende woningmarkt willen. Dus ik vind het een fantastisch initiatief dat ze dit doen. Ik vind het wel een beetje een bedroevende achtergrond eigenlijk. Dat het nodig is, is eigenlijk wel enigszins triest. Want eigenlijk zou de markt dit toch moeten oppakken. Dat was het idee. Dat moet de markt allemaal aankunnen. En ik ben blij dat de markt hier in Amsterdam nu zegt, als het niet in een gewone markt spelregels kan, dan gaan we zelf wat aanvullende spelregels opstellen. Omdat we het beste voor hebben voor de stad en voor Amsterdam. Dus ik ben er heel blij mee dat de Amsterdamse partijen, of de beleggers die in Amsterdam actief zijn, hier een bijdrage aan willen leveren. Dit gezinnetje zoekt eigenlijk gewoon een woning. Een mooi passend huis, passend bij hun levensfase. En we hebben net al geconstateerd dat die vraag niet helemaal bediend wordt met het huidige aanbod. Hier nog even heel kort een overzicht van de verschillende denkrichtingen. Ik wil graag benadrukken dat het PBL niet zegt u moet deze of u moet deze. Het is vooral belangrijk dat de partijen in de regio met gedachten als dit aan de slag gaan en kijken wat bij hun regio past en wat bij hun situatie dus belangrijk is. De Nederlandse woningmarkt kun je definiëren, heel zwart-wit gezegd, als 2 plofkippen en een kuikentje. De sociale huurmarkt is sinds de Tweede Wereldoorlog flink gesubsidieerd en de koopmarkt met hypotheekrenteaftrek ook. En wat daartussenin zit, is het middensegment. Als huurdersvereniging staat we altijd wel in een dilemma van ja, enerzijds staan we echt voor die kernvoorraad sociale betaalbare huurwoningen. Maar je hebt gewoon een ander probleem en dan kun je niet je ogen voor sluiten. Dat zijn die middengroep en die wordt ook groter. Dus dat als eerste. Natuurlijk hebben we wel er zijn wel wat dingen waar we op gaan letten. Maar dat is natuurlijk ook onze rol binnen dit hele platform om daar heel scherp naar te gaan kijken. Wat is jullie belang als belegger bij dit plan? De enorme behoefte die er is aan dit soort woningen enerzijds en anderzijds de enorme bedragen aan pensioengeld die beschikbaar zijn en die pensioenfondsen heel graag in die woonmarkt willen investeren. En dat geld dat klotst over de reling op dit moment. Alleen er zijn onvoldoende posities om dat geld kwijt te kunnen. Wat maakt het nou dat jullie aan hebben gesloten bij bij het plan? Nou, eerst een beetje een idealistische. We vinden het heel erg belangrijk dat er prettige buurten zijn. En prettige buurten, daar is binnen Amsterdam natuurlijk heel vaak het woord de ongedeelde stad voor gebruikt. Maar daarnaast vinden we het ook belangrijk dat in een stadsdeel ook alle soorten inkomensgroepen zijn. En in combinatie met de doorstroomafspraak werken we daar heel graag aan mee. En Allard, is dat ook iets wat bij jullie vanuit de beleggerskant wordt meegenomen als argument? Juist door die diversiteit. Dat maakt de stad. Diversiteit in gebouwen, in bewoners, in soorten activiteiten, et cetera. Dus daar kiezen mensen bewust voor. Heel veel sociale huurders bij ons hebben natuurlijk jarenlang gezegd, ja, dat is wel een mooi verhaal doorstromen, maar het kan gewoon niet. Het is er niet.
En wat we nu zien is dat in die 3000 woningen die wij nu beschikbaar maken voor meer dan de helft voor onze eigen huurders, dat er opeens een ander gevoel komt van hé, ik heb weer wat te kiezen. Ik kan met voorrang opeens in de pijp een woning krijgen. En ik vroeg me af waar dat dan gaat plaatsvinden. Ik zie zelf dat het in Zuidoost middenhuursegment al heel erg lastig is om grotere woningen te maken. Dus ik vraag me af waar. Ja. De locaties. Ja, je mag verwachten dat woningen in het centrum, dat in het algemeen kleinere woningen zullen worden. En woningen die buiten de ring liggen, dat daar de 3- en 4-kamer of met name de 4-kamerwoningen komen. Inclusieve stadsontwikkeling, dat is een van de onderwerpen waar we bij de Hogeschool van Amsterdam veel aandacht aan besteden. De stad is belangen, de stad is grondposities, de stad is politiek. Dus je krijgt hier niks van de grond met mooie woorden. Maar je moet ervoor strijden en je moet doen. En wat dat betreft ben ik positief gestemd over wat ik tot nu toe heb gehoord vanavond. Want het is een voorbeeld van, en misschien is het klein, maar in ieder geval wel iets gaan doen. Steden die niet sociaal rechtvaardig zijn, gaan uiteindelijk ten onder. Op dit moment is een groot probleem dat de stad erg duur aan het worden is. En het interessante is, als je kijkt naar de geschiedenis van de stad Amsterdam, is dat lang niet altijd zo geweest. Er zijn cycli geweest van op en neer. Het is ook lange tijd zelfs heel goedkoop geweest om in de binnenstad van Amsterdam te wonen. Tegenwoordig is het ongelooflijk duur. En dat proces van opwaardering zet een enorme druk op die inclusieve stadsontwikkeling. Ja, een sociaal rechtvaardige stad. En dan zegt u dat is geen linkse hobby. Misschien is het geen hobby. Maar het is er in ieder geval wel een links uitgangspunt. Oké. En ja, er komen verkiezingen aan. Dus stem vooral links. En ja, wat was uw vraag, mevrouw? Het zou geen linkse hobby moeten zijn. Het is gewoon belangrijk voor iedereen in de stad. En ik vind het ook mooi dat iemand van een institutionele belegger, die ik niet automatisch associeer met linkse hobby's, dat ook al naar voren brengt. Dus... Maar je sluit een deal om vervolgens ook met elkaar iets in de gaten te houden of je die prettige stad voor elkaar krijgt. En ja, bij prestatieafspraaktafel kan van alles geagendeerd worden. En daarin is, denk ik, het gaat nu de ene kant op, maar de samenwerking tussen corporaties en beleggers is uniek. De gemeente kan voorwaarden stellen. De gemeente neemt natuurlijk ook vol enthousiasme dit pamflet aan. Maar de vraag is, wat doen die marktpartijen? Allard, Winnie en Bert, dank jullie wel.